Over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Misschien heb je erover gelezen. Er waren twee rechtszaken van de week over het afdoen van het condoom tijdens de seks. Dit fenomeen wordt ook wel stealthing genoemd. Ondanks dat dit niet in de wet staat, wordt het gezien als vorm van verkrachting. Bij onze tafel zijn aangeschoven twee vrienden. Dat zijn Ron en Sean. En Ron en Sean hebben zich ook wel eens schuldig gemaakt aan stealthing. Willen ook graag hun excuses maken. Iets uitleg geven over hun handelen. Ron, Sean, welkom. Ja, Dolf, allereerst echt sorry. Ja, echt sorry. Sorry. Zoveel heftiger dan wij hadden voorzien. Echt veel heftiger. Ja, dat helemaal politie maken om kijken en zo. Kijk, normaal, ik vind altijd wel gelle rollenspel met de politieagent en zo. Maar niet op deze manier, snap je? Oké, laten we even doordringen, mannen. Want ondanks dat het niet in de wet staat, wordt het wel gezien als het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam. Ja, wat betere romanticus. Maar heel even eerlijk. Kijk, wij hebben echt heel. Wij vinden het heel goed dat de vrouwtjes grenzen stellen. Ja, vinden wij helemaal super toppetje top. Maar. Wat maar? Ja, kijk, wij missen dan toch een klein beetje het gesprek. Het gesprek. Ja, kijk, zij bepalen voor 100% wat ze willen. Ja, of technisch gezien wat ze dan niet willen. Ja, maar waar is het gesprek dan, hè? Er wordt op deze manier volledig over onze gevoelens heen gewalst. Dit hele feminisme, dat gaat gewoon over gelijkheid. Waarom bepalen zij dan alles? Heren, ik denk dat jullie nu even vergeten dat jullie hier een strafbaar feit hebben gepleegd. Hey, rustig aan, Pipo. Mogen we heel eventjes onze kant van dit verhaal ook laten horen? Precies. Ik was dus profiel aan het swipen op Tinder. Je kent het, hè? Zo, ja. Nou, goed, je kent het wel. Nou, na een tijdje had ik dus een match. Wij chatten, dit, dat, ze, zo. Niet voor later hadden we seks. Lekker, ja toch, hoppa. Maar moest wel met condoom. Boom. Altijd balen, maar goed. Hè, als je moet kiezen voor seks met condoom of helemaal geen seks. Altijd kiezen voor seks. Ja toch. Ja toch, patsboom. In de gleuf. Klep erop. Plekje worst. Hoi spin. Maar toen opeens, ik wist niet wat mij overkwam. Uit het niets werd ik overvallen. Door wat? The heat of the moment. The heat of the moment? It was the heat of the moment. Nee, dat snap je toch wel, Dolf? Nee, dat snap ik niet. Nou, kijk, je hebt seks. Ja, daar gaat het om eens bij Dolf. Hey, oh. Hey. Maar kijk, Dolf. Bij the heat of the moment is dat je zo geil bent dat je dingen doet die je nooit met je volle verstand zou doen. Je kan zwaffelen. Of de pik in de eyelid van de auto steken. Ja, als je nog niet wil klaarkomen, even denken aan Ivonie. Dat doe je niet. Nee. Sorry, maar ja, the heat of the moment klinkt als een slap excuus. Jullie hebben toch gewoon zelf dat condoom afgedaan? Ho. Kijk, het condoom, dat lag zomaar opeens op de grond. Ja, hoe kan dit nou weer? Wat is dit nou voor magie? Is het Hans Klok ben jij, jongen? Hans Klok. Hans Klok! Ja. David Copperfield? David Cockerfield. Ja. Harry Houdini? Harry Houdini zijn pek in die check heeft geduwd, is een wonder. Ja, toch. Heren. Dit klinkt toch wel heel erg als stealthing. Ja, maar die zijn gewoon lekkerder, hè? Ja, nee, ja, ik bedoel, ik heb vorige week heb ik nog met zijn zussen heb ik geneukt. Heb ik er gewoon gestelf. Hè? Huh? Wat? Wat? Heb je Tamara geneukt? Ja. Zonder condoom? Ja, lekker toch? Heb ze daar toestemming voor gegeven? Nee, maar hé, we niet weten dit niet dit, hè? Ja toch? Nee, doe even normaal, idioot. En vrouwen bepalen niet zo goed wat er wil of niet gebeurt. Dat is de seks. Hé, maar het was gewoon even de heat of the moment. Ja, maar de lul is, zal ik jou de heat of the moment voor je bek rammen hier? Sorry, man. Ja, wat sorry, man. Ga even hier op de Nationale NPO Radio 2 maar even je excuses aangelopen bieden. Egoïstische zak die je bent. Ja, kom op, hè. Doe even niet nee. Zo groot. Nou, alle vrouwen die luisteren, sorry dat ik zo'n egoïstische zak ben. Harder! Sorry dat ik zo'n egoïstische zak ben! Heer, het spijt me, ik moet afronden. Hou je bek, Dolf, we zitten even in de heat of the moment hier! Ik dank jullie wel, dank u wel. NPO Radio 2.